Hi. Weet je wat ik altijd zo'n uitdaging vind om rode kool klaar te maken? Tenminste, om die lekker klaar te maken. We kennen rode kool, tenminste ik ben opgegroeid met rode kool, met suiker en appeltjes zo gestoofd. Maar ik hou daar persoonlijk niet zoveel van. Maar nu heb ik een heel leuk receptje van rode kool op exotische wijze. Een Thaise rode kool. En dat wil ik jou vandaag graag laten zien. Dus laten we beginnen bij de ingrediënten. Ik laat je even meevolgen. Dus wat heb ik hier? Ik heb hier een kwart rode kool fijn gesnipperd. Ik heb een kwart rode paprika fijn gesnipperd. Ik heb twee courgettes. Ik heb die al geschild. Ik laat je straks zien wat ik er nog mee doe. Dan heb ik twee eetlepels sesamolie. Twee eetlepels geroosterde of gewone sesamolie, dat mag je kiezen. Ik heb twee eetlepels ahornsiroop. Ik heb drie eetlepels limoensap. Ik heb drie eetlepels sinaasappelsap. Ik heb anderhalve eetlepel sojasaus als het niet GMO is, als het niet bewerkt is. Of anders, dit is kokosamino's, daar hou ik meer van. En ik heb één eetlepel notenpasta. Dit is cashewpasta, maar het kan ook andere pasta zijn. Dan heb ik fijn gesnipperde gemberlook en geel pepertje. Ik heb wat currypoeder. Ik heb hier wat grof gehakte cashewnoten om af te werken. Ik heb hier een paar stukjes mango. En ik heb een potje vers gehakte kruiden. Munt zit erin. Basilicum zit erin. En bieslook zit erin. Goed, we gaan het maken met... we gaan van de courgette gaan we pasta maken. En ik zie heel wat dames die al aardig creatief zijn met courgettenpasta, wat supergoed is, een perfecte vervanger van de glutenhoudende klassieke pastas. Maar ik heb een extra tip om het lekker te maken. Het beste is, zeker als je het gaat serveren, waar ben je? Hey. Zeker als je het gaat serveren aan mensen die niet gewoon zijn, die eigenlijk gewone pasta verwachten en dan krijgen ze dit, kun je eigenlijk best een schillen. En dan kun je ofwel met je mandoline, als je dat niet hebt, kun je gewoon met een aardappelschiller, kun je er perfect slierte van maken. En ik ga je laten zien hoe je dat kan doen. Ik ga, om de video niet te lang te maken, ga ik ze wel niet helemaal opsnijden. Maar je gaat zo door tot je, zie je, aan de pitjes komt. Zie je? Komt aan de pitjes en dan draai je het om en dan doe je gewoon verder aan de andere kant. En wat je dan doet, je legt ze allemaal mooi op elkaar. Kun je dat nu zien? Nee, je kunt niet zien. Zo. Je legt ze mooi op elkaar en dan ga je met een scherp mes, ga je er gewoon sliertjes van maken. Zie je? En dan heb je een tagliatelle-achtig pasta. En wat je dan kunt doen, is je doet die in een kom en je doet er een beetje zeezout bij. Klein beetje zeezout, zo. Je mengt een beetje. En dan laat je dit 10 minuten staan. En wat je dan krijgt, deze heb ik al voorbereid, is een echte pasta-achtige slierte, zie je? En dat is wat je wil. Dit lijkt echt op gewone pasta, snap je? Dus als je dat zout er niet aan toevoegt, dan heb je niet hetzelfde effect. Oké, we gaan verder. Wat we eerst gaan doen, is we gaan onze saus maken. En daarvoor gaan we bij elkaar voegen, ik doe het even in de blender, de sesamolie, ahornsiroop, het limoensap. Weet je, als je kiest voor bio-limoen en bio-appelsien, dan zou je de zest er ook nog een beetje kunnen bij doen. Dat geeft dat extra pittige, exotische. Ik heb geen bio-limoen en de sinaasappel weet ik niet meer zo goed, maar ik ga het niet doen. Dan heb ik mijn coco-amino's. Of dus, als je er zeker van bent dat het
geen GMO, geen genetisch gemanipuleerde sojaolie is, kun je de sojasaus doen, kun je dit doen en de notenpasta. Zo. En dat gaan we blenden. Oeps, ik mis een stuk. Ik mis een stuk. Oh, hier. Wacht dan. Zo. Voilà. Het is een mooie, smeuïge saus. Die doe ik in de kom. Zo. Ik voeg er mijn pasta aan toe. Je kunt het sap dat vrijgekomen is, hoef je er niet in te doen. Kun je een beetje afgieten ook. Voilà. Kun je eventueel later gebruiken nog. Wat doen we dan er nog in? We doen er onze rode kool in. Moet je een beetje kijken. Wat ik nu maak is eigenlijk voor twee personen. Dus dan moet ik de tweede courgette er eigenlijk ook nog bij doen. Dus dan heb ik zoiets. Een handjevol voor elk. En nog een beetje extra. Zo, rode kool. Fijn gesnipperd gewoon, rauw. Het kwartje rode paprika. Ik doe een beetje verse gele pepertjes erbij. Een beetje verse look. Fijn gesnipperd, een beetje gember. Ja, naar smaak voeg je dat toe. En dan kun je het beginnen mengen. Het ruikt heerlijk. Het ruikt al oosters. Dan in het seizoen van de mango kun je er eventueel wat verse mango aan toevoegen. Ik heb nu een paar stukjes diepvries mango. Maar ik vond het wel leuk om er zoiets fruitigs bij te doen. En dan gaan we onze fijn gehakte kruiden er ook nog onder mengen. Voilà. Alles mooi mengen. Zo. En dan werk je het af met wat currypoeder. Zo. En dan ben je klaar om het te serveren. Dit is volledig raw, dus allemaal rauw, allemaal plantaardig. Ik ben niet volledig raw, maar ik probeer zoveel mogelijk plantaardig te eten. Kijk eens wat een mooie kleurencombinatie dat is. Voilà, en dan werk je af met nog een beetje grof gehakte cashewnoten. Et voilà. Een mooi bordje met een exotische rode koolsalade op zijn Thais, alsjeblieft. Ik zeg je, dit is zo lekker. Ik serveer met dit in het restaurant. Ik kom terug. Allemaal rauw, allemaal plantaardig, heerlijk en super gezond. Dit zijn pure nutriënten dit. Fantastisch.